بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس ما قبل ما رود العزين دي فضاخة فيلم دي هيفت gemaakt en op Facebook heeft geplaatst en heeft overal gedeeld. Het gaat om de vluchtelingen die in Amsterdam Oost zitten in een kerk. Deze kerk heet ook Christus Koningskerk. Dat zit op de James Wattstraat in Amsterdam Oost. Ter hoogte van nummertje 58. Nou, ik ben gelijk hier naartoe gekomen. Ik heb een rondleiding gehad. En het zag er... wat moet ik zeggen? Subhanallah, het is met geen pen te beschrijven hoe mensen hier wonen. Het is koud. Er is geen verwarming. Er is geen licht. Er is weinig voedsel. Er is weinig kleding. Wat ik heb gedaan met Esdin. We hebben heel veel dekens gekocht. Zodat ze in ieder geval in de nacht er warmpjes bij liggen. Ik zit dit moment in een winkelbazaar. Zo heet deze zaak. Hij zit op de eerste van Zwinderstraat in Amsterdam-Oost. De meneer heeft mij flinke korting gegeven. De dekens zijn normaal €35 per stuk. Nou, hij heeft een flinke korting gegeven. Voor €25 per stuk mag ik ze meenemen. Ik wil de meneer ook heel erg bedanken. Barakallofi. En zoals jullie kunnen zien, zijn dat allemaal nieuwe dekens in verpakking. Ding. Romeo, ik zie je volgende week al. Ja, is goed hoor, dankjewel. Het gaat wel vanavond. Hoi hoi. Tot ziens, heren, bedankt. Hoi hoi. Ja, man. Daarnaast wil ik ook een oproep doen, beste mensen. Deze mensen hebben echt dringend hulp nodig. Ze hebben eten nodig. Ze hebben kleding nodig. Dikke jassen, dikke truien. Dus mocht je thuis wat hebben, kom het gerust langsbrengen. James Wattstraat, nummer 58. Je kan gewoon naar binnen lopen en dan kun je je spullen gewoon afleveren. Mensen kunnen ook gewoon boodschappen doen. Ze kunnen etenswaren kopen. Hier in het begin van de straat van James Wattstraat zit
winkel Lidl. Lidl. Dus ja toch? Ja, Lidl. Dus je kan gelijk daar boodschappen doen. Dus je hoeft niet helemaal bij jou nog in de straat boodschappen te doen. Nou, je kan hier naartoe komen met de auto. En dan kun je gelijk grote boodschappen doen en binnen afleveren. Ik zou zeggen, kom hier naartoe. Beteken wat voor de medemens. Maakt niet uit en waar ze in geloven, welke godsdienst ze hebben. Of ze nou moslim zijn, of ze nou christen zijn, of ze nou helemaal geen geloven hebben. Kom deze mensen helpen, want ze hebben echt hulp nodig. Nogmaals, het is echt verschrikkelijk koud. Mijn hand die nu mijn telefoon vastpakt, ik voel mijn telefoon bijna niet meer. Hij moet ook bijna gewoon vallen door de kous. Ja toch? Ik bedoel, het is gewoon verschrikkelijk dat deze mensen gewoon hier moeten slapen zonder verwarming. Subhanallah, ik heb er geen woorden voor. Dus daarom beste mensen, kom alsjeblieft hier naartoe. En breng wat eten, en breng wat kleren. Laten we wat betekenen. Voor elkaar, beste mensen. En ik zou zeggen, begin hier naartoe te komen, barakallahu fikum. En dat geldt niet alleen maar voor de moslims, maar wat ik al zei, voor alle mensen. Iedereen is welkom om hier een steentje bij te dragen. We vragen ook geen geld. We vragen geen geld. We willen dat jullie zelf opstaan, initiatief nemen om hier naartoe te komen. Om zelf geld uit te geven in Lidl. Om boodschapjes te doen. Of mocht je nog kleren thuis hebben, kom het persoonlijk langsbrengen. Mubarakallahu fikum en deel deze video ook. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu anna kullu khair. Wa unashid kullu al-qulub al-rahima. باش يقوم بهذه المبادرة لأن هذه مبادرة طيبة من عند الله سبحانه وتعالى يعني لقدر الخير راه مهم كما قال الأخ مراد بعد بالنسبة لهذا الفيديو الدال على الخير كفاعله يعني الإنسان يشوف يشاهد الفيديو يعني على هذيك وجزاكم الله خير وغادي نطوش على مراد لأن البرد بزاف أكرمكم الله السلام ورحمة الله بارك الله فيك